Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag ga ik in gesprek met onze Ad Verbrugge over zijn boek De Gezagscrisis en onze gast Willem Middelkoop, onafhankelijk denker, maar ook ondernemer. Jongens. Ja. Nou, dit is het eerste gesprek wat ik ga voeren over jouw boek had. Ja. Of eigenlijk naar aanleiding van jouw boek, hè? Ja. Dus wij moedigen de kijkers ook aan om het echt te gaan bestuderen. Dat hebben we ook bij Willem gedaan. En op deze manier via deze gesprekken de diepte te zoeken. Dat is ook wel onze filosofie, hè, bij De Nieuwe Wereld. Om, je wil niet alleen lezen, maar je wil dingen onthouden. En je eigen denken aanscherpen met nieuwe concepten, betere voorbeelden. Misschien heb je ook kritiek, dat je denkt, zo denk ik er niet over. Dat mag natuurlijk ook. De nieuwe wereld kijken, omdat je je kan ergeren. Maar ook inspireren. Dus dat gaan we nu, daar bijt het spits nu wat mij betreft voor af. Ja, heel goed. Ja, Willem, jij hebt het boek gelezen, althans deels. Ja. En je weet dus, het gaat over gezag. En ik dacht meteen maar de openingsvraag van, waarom denk je dat dit nu zo opspeelt? Waarom die gezagscrisis er is, maar waarom het nou eigenlijk werkt? Dat het is ook een beetje een opmerkelijk thema. Zo'n hiërarchisch klassiek thema dat Ad daar een boek over schrijft. Waarom denk jij dat dat nou speelt nu, gezag? Ja, nou, laat ik eerst zeggen, it's very timely. Hè? Complimenten, dit is precies het goede moment voor zo'n boek. Ja. Ik wou dat ik geschreven had. Ik heb ooit Patronen van de Rog geschreven. Niets is wat het lijkt. Dat raakt heel erg aan dezelfde punten. Maar onderweg hier naartoe, en vanochtend heb ik heel erg nagedacht van waardoor komt het nu dat we nu in die gezagscrisis zitten? En ik denk dat de beste verklaring is dat werkelijk honderden jaren eigenlijk alle informatie, de stroom van informatie, altijd echt gecontroleerd werd door de kerk, door het gezag, door de overheid en door journalisten. Want de journalisten waren het filter naar wat er in de wereld gebeurde. En journalisten, dat verklaart ook meteen die kritiek en aversie nu tegen de journalistiek. Want mensen zoals jij, ik en jij ook, die verder kijken, die zelf op zoek gaan naar informatie, komen erachter dat er een hele hoop dingen anders zijn dan wat je in de krant leest. Dat betekent niet dat journalisten meedoen aan de complot. Alleen journalisten, ik ben zelf heel lang journalist geweest, een journalist kan alleen iets met harde feiten. En als je het nou hebt over hoe een organisatie is ingericht, welke structuur is gebouwd, je ziet het bijvoorbeeld heel erg in Brussel. Mensen stellen zich nooit de vraag, maar waarom is er gekozen voor die structuur? Waarom kunnen wij niet kiezen wie er in Brussel zit? Daar zijn mensen die hebben erover nagedacht. Er is een structuur gebouwd, dat geldt voor het financiële systeem ook. Bankiers hebben dat systeem zo gebouwd, zodat ze daarvan kunnen profiteren. Het geldt ook voor de kerk. De Rooms-Katholieke Kerk is op een bepaalde manier gebouwd. Alleen wat we altijd doen is denken dat dat door God gegeven is, dat dat natuurlijk zo moet zijn. En als je dus twijfels gaat stellen, vraagtekens gaat plaatsen bij hoe het systeem is opgebouwd, dan krijg je onmiddellijk, jij bent een complotdenker. Jij bent altijd kritisch. En omdat je dit soort dingen niet kan bewijzen, ik kan niet bewijzen dat er een elite is geweest die in een kamertje heeft gezeten en heeft gezegd, we gaan dat zo organiseren in Brussel, dat ze niet rechtstreeks gekozen kunnen worden. Kan ik niet bewijzen. Dus je komt altijd bij circumstantial evidence en dan ben je dus altijd vatbaar dat mensen zeggen, ja, maar Willem, dat is een theorie. Dat kan je niet bewijzen. Nee, kan ik niet bewijzen. Maar er zijn nu steeds meer mensen die kritisch zijn, die zelf nadenken, de vrijdenkers, die zelf op zoek gaan naar informatie, die boeken lezen, want de waarheid staat overal wel ergens beschreven. En die gaan dus eigenlijk, die krijgen door dat ze voor de gek zijn gehouden. Eén mooi voorbeeld, NRC had in het redactiestatuut staan, ik weet niet of het nog steeds staat, wij volgen de NATO-lijn. Hoezo onafhankelijke journalistiek? Hoe kan je nou een onafhankelijke krant zijn als je zegt wij volgen de NATO-lijn? De NATO heeft ons altijd bedrogen dat het een defensieve organisatie is. Wij bombarderen Libië, wij bombarderen Irak. We hebben er niets te zoeken. Dus we komen erachter dat we bedrogen zijn. Ja. Oké, dus als ik het goed begrijp, dan zeg je eigenlijk van de relevantie van het boek in eerste instantie is voor mij, het gezag van informatievoorziening is niet meer traditioneel. De journalist, de politicus, daar moet je eigenlijk sceptischer over zijn. Maar als ik dan toch een kleine vervolgvraag ga ik daar aan jou, Ad, vertellen. Hoe zie jij eigenlijk gezag, ook misschien voordat je dit boek las. Wat zou je antwoorden als je zegt van gezag betekent voor mij? Nou, ik heb altijd een probleem gehad met gezag. Ik ben een typische jongen. Ik weet nog, ik had een discussie met mijn broertje. Die was toen 10 en ik was 11.
En toen hadden we een discussie over iets, gewoon bij het voetballen. En toen zei mijn broertje, ja, maar de meester zegt dat dat zo is. En toen zei ik van, ja, maar de meester heeft het misschien wel fout. En ik ben dus altijd iemand geweest, ik accepteer niet als de meester zegt dat het zo is. Ik wil dat dan zelf gaan lezen. En ik denk dat je een aantal mensen hebt, en die zitten hier rond de tafel, en dat is ook het publiek wat hier kijkt, die zijn gewoon kritisch. En die accepteren niet. Als je terugkomt op jouw vraag, wat is gezag? Ja, als je op school gaat, staat er iemand met gezag. Kom je een politieagent tegen, staat er iemand met gezag. Kom je in de politiek? Het is nog niet zo lang geleden dat we de minister niet met zijn naam durfde aan te spreken. Was het excellentie. Kijk naar het Koninklijk Huis. Dus overal heeft het systeem mensen neergezet met gezag. De kerk is natuurlijk niks anders. Om eigenlijk je onder controle te houden. Om je te kunnen sturen. Om ervoor te zorgen dat je zo af en toe je mond houdt. En dat wordt nu doorbroken. Voor het eerst in honderden jaren hebben mensen onbeperkt toegang tot informatie. De kritische denkers verenigen zich in platformen zoals dit. En dan begint het een bedreiging voor het systeem te worden. En vandaar dat er zo hard wordt teruggeslagen. En dat we allemaal complotdenkers nu heten te zijn. En ja. Ik heb een aanval gehad van 2 pagina's in het NRC, een essay, waarom dit een vreselijk boek is en waarom niks klopt van mijn denkbeelden. Nou, op zich wel interessant dat je niet genegeerd bent. Nee, dat is natuurlijk al. Maar goed, if they start to fight you, dan ben je in ieder geval factor geworden. Een paar dingen die nu meteen opvang in wat jij zegt. Hè? Dus waarom is het zo timely? Dat heeft alles te maken met dat veel mensen nu toegang hebben tot allerlei type informatie. En dat de crisis uitbreekt op verschillende plaatsen. Er is nu op verschillende plaatsen sprake van grote vertrouwenscrisis. Of het nou de kerk is, of het nou rondom De NAVO en wat we nu in Rusland doen. Er wordt ons nu verteld dat China onze vijand is. China is de vijand voor de VS. Weet je waarom? Omdat China samenwerkt met Rusland om een bres te slaan in dat dollarsysteem. Dat is zeer bedreigend voor Amerika. Dat maakt niet, voor ons. China. Nee. Maar dat wij dus accepteren dat Amerika tegen ons zegt dat ASML geen waversteppers mag leveren aan China. Waanzin. En dat Rutte dat accepteert. Dat ongelooflijk. Ander mooi voorbeeld. Ik heb een beleggingsfonds. Wij moeten een verklaring laten tekenen door elke investeerder dat ze geen US person zijn, fiscaal gezien. Stel je voor dat de Chinezen ons gaan dat eisen, dat we dat moeten laten invullen. Zouden we nooit accepteren. Dus wij accepteren elke keer maar dat Amerika de regels van het spel bepaalt. En daar moeten we ophouden. En Macron heeft daarop gewezen. En Schulz heeft daar ook op gewezen. Dat weten niet veel mensen. Schulz is naar Peking gegaan een paar maanden geleden. Die heeft daar met Xi Jinping gesproken, gezamenlijke persconferentie. Het heeft Schulz verklaard dat ze voor een multipolar world zijn. En je weet, dat is codetaal geopolitiek, dat er naast Amerika een sterke andere partij moet staan of systeem moet staan. En de BRICS-landen zijn dat nu aan het bouwen. Neem even een slok water. Dit is al... Dit boeit me, echt. Ik voel de woede ook. En dat is terecht. Ja. Maar er zijn een aantal dingen nu op tafel gelegd, Ad. Onder andere dus waarom het nu zo specifiek speelt. Dus dat is heel interessant, denk ik. Maar vooral voor jou om te horen. Ja. Dat het ook resoneert bij Willem en anderen. En ik denk ook dat het wel een manier van typisch is voor het boek, maar ook jouw manier van filosoferen. Dicht op de tijdgeest. Meer dan dicht op de abstracte ideeën. Wat is rechtvaardigheid? Nee, het gaat erom gezag in deze wereld waar we nu leven. Ja. En misschien kan je daar ook, behalve waar je zelf op wil reflecteren, dat in ieder geval ook meenemen. En dan ook in relatie tot Willems typering, denk ik, van gezag als iets wat te maken heeft met posities. Dus dat je gezag ontleen je aan het feit dat je leraar bent, minister bent of koning bent. Journalist bij NRC. En tegenwoordig lijkt het wat opgerekter te zijn. Ja. Ook als ik je vrij citeer, als je bijvoorbeeld kritisch bent in je eigen lied zingt en je juist niet te veel laat leiden door dat gezag gekoppeld is aan iemands baantje, maar dat je denkt van dat spreekt me aan, want diegene volgt iets wat me aanspreekt. Ik zit er natuurlijk als filosoof iets anders in dan Willem. Hè? Even, laten we daarmee beginnen. En ik herken die kritiek die Willem formuleert en ik denk ook dat ook begrijpelijk is. In de jaren 60 zag je ook zo'n aanval op het gezag, hè? Daar begin ik ook mee. Maar ik denk wel dat je allerlei onderscheidingen moet maken. Dus ik heb ook zelf niet zoveel met institutioneel gezag. Hè? Want dat is waar je aan refereert. Iemand zit in een positioneel gezag. En mensen in een bepaalde positie binnen een institutie. En daarom
Tegelijkertijd, en dat is ook iets wat ik ontwikkel, heb je een bepaald soort gezag wel nodig. Hè? Dus het begint al met ouderlijk gezag. Je wil je kinderen op een bepaalde manier op kunnen voeden. Je wil, als je een goede sport wil leren, wil je iemand die verstand van zaken heeft, die ervaring heeft, die de weg kan wijzen. Het is wel verstand nog om daar natuurlijk je ogen open te houden. Maar je hebt wel toch richting nodig van mensen die een weg zijn gegaan en daarmee ook een zeker recht van spreken hebben. En los daarvan kun je ook zeggen dat je ook in de tijd ziet dat bepaalde figuren opstaan die plotseling, als het ware, enorm veel harten kunnen beroeren. Hè? Of een aansprekend verhaal vertellen. Die mensen gaan volgen. Moet je ongetwijfeld ook kritisch op zijn. Hè? Maar ik wijs op de komst van Pim Fortuyn. Hè? Maar ook op Nelson Mandela. Hè? Nelson Mandela voor mij verenigt in zich allerlei aspecten van gezag. Die op een bepaald moment toch belangrijk zijn om een groep een bepaalde kant op te leiden. Hè? Dus, ik ben al bekend met Zuid-Afrika. Daar ben ik binnenkort weer naartoe. En ja, dat zonder noemen zware geweld, die transitie heeft plaatsgevonden, is dankzij mensen met gezag. Waar mensen naar geluisterd hebben. En dat is, of wij nog dat soort figuren hebben, laat ik even in het midden. Maar ik zie gezag echt als onderscheiden van macht en autoriteit. En voor mij heeft gezag dus ook een positieve mogelijkheid. Ja, maar ik zeg ook niet dat gezag altijd negatief is. Nee, precies. Maar als je het nou over de crisis hebt, dan kom je precies, bij de negatieve kant. Precies, dan kom je bij die andere aspecten uit. Die meer met die posities. Want ik verbind er gezag, en dat zit ergens ook denk ik heel breed bij mensen. Ook aan het idee, en dat zit ook al in het werkwoord, je laten zeggen. Dat je een goede raad aanneemt. Dat het met iets goeds te maken heeft. Dat gezagzinnig moet zijn. Dat het iets met een gemeenschappelijk goed te maken. Dat het niet pure macht is, maar van ja, nee, die man heeft iets goeds met ons voor. Hè? Of is een goede trainer, of is een goede leraar. Mensen zoeken ook als een leider, hè? Ze zoeken natuurlijk. Ook. En ik geloof heel erg, wat dat betreft, in een Nietzscheaanse onderscheid. Hè? Toch types die kunnen leiden en mensen die daar behoefte aan hebben. We zijn geen anarchisten, hè? Nee, we zijn geen anarchisten. Nee, precies. Precies. Nee, dat is dus een belangrijke stellen. Ja. Nee, dus, maar ik verbind het dus ook aan dat recht van spreken, verstand van zaken, hè, dat soort fenomenen. En als je zegt, ja, het moment. Ja, ik schets de geschiedenis vanaf de jaren 60. En ik denk dat Willem dat wel herkent, ook vanuit zijn systeemkritische houding. Waarbij ik zeg, van, ja, eigenlijk zie je in de jaren 80, 90... zeker na de val van de muur, hoe een nieuw systeem wordt opgetuigd. Het bestaat al, het is al in aanbouw. Je kan in de financiële markten al terug naar Bretton Woods en noem maar op. Maar er komt een soort versnelling door de val van de muur in dat proces van globalisering. En dat zie je ook met de Europese Unie die wordt opgetuigd, het verdrag van Maastricht. Eigenlijk allerlei veranderingen in de jaren 90. En ik zeg, dat zijn systeembouwers. En heel veel mensen hebben daar zeker vertrouwen in gehad. Van deskundigen, of het nou de bankiers zijn geweest die iedereen rijk zouden maken. Of het nou de politici waren die gewoon met nieuwe wetgeving kwamen. In Amerika hebben ze letterlijk gezegd, we hebben nu 10, 15 jaar dat niemand op de wereld ons tegen kan houden om uit te rollen wat we uit willen rollen. Ja, nou, dat is ook die periode geweest. Ja. Er werd ook over de Pax Americana aangesproken, maar dat was natuurlijk ondertussen eigenlijk een toch wel redelijk ook door militaire macht afgedwongen orde. Dat hebben we ook kunnen zien. Maar wat ik dan zeg is eigenlijk dat met het nieuwe millennium, zowel bij de ik zou zeggen de dotcom crisis, ik beschrijf die decennia ook, maar de aanslag op de Twin Towers en de opkomst eigenlijk van islam en hier in Nederland bijvoorbeeld mensen als Fortuyn. Was het idee van, oh, er is een soort bedreiging buiten het systeem. En voor een deel zie je al bij Fortuyn zelf dat er waren ook verliezers. Dus mensen die de dupe werden. Mensen die niet erop vooruit waren gegaan. Of in wiens buurt was aangetast of wat dan ook. En ik zeg, eigenlijk zie je dat in het verloop van 2008 met de kredietcrisis, dat al die, zeg maar, de architecten van het systeem, eigenlijk een systeem hadden opgetuigd dat niet alleen van buiten werd bedreigd, maar in zichzelf eigenlijk ook wankel werd. En dat is dus toen is alles gaan schuiven. Ja, en ik zeg, die, en wat we dan zien gaan gebeuren, is dat het systeem eigenlijk in alle macht
heeft geprobeerd zichzelf te consolideren. En dan zie je een enorme regeldruk, compliance, eigenlijk om alles overeind te houden. En gaandeweg, nou, ik zeg dat is een nieuwe decennium, dat hebben de Grieken ervaren toen met hun schuldencrisis. Om maar een voorbeeld te noemen, Italië met Berlusconi, die werd afgezet. En dan zie je eigenlijk dat het systeem, zeker met de opkomst van big tech enzovoort, dat we in een soort stelsel zijn komen te leven, dat er steeds meer mensen zelf als een bedreiging wordt ervaren. En ik denk dat zowel de coronacrisis als nu de stikstofproblematiek steeds scherper maakt dat er een type rationaliteit en een type van internationalisering als het ware de kop op heeft gestoken. En of je dat nu vraagt in Amerika, in Frankrijk of in Nederland, waarin men eigenlijk zo die systeemmacht als een bedreiging gaat ervaren. Maar weet je waarom daar een crisis? En dan sluit ik af, ja? dat de representanten van het institutionele gezag eigenlijk in toenemende mate dan vanuit dat perspectief ook hun legitimiteit gaan verliezen, doordat het systeem zelf als onveilig wordt ervaren, dat het wankel wordt, dat er allerlei ook verschijnselen de kop opsteken, problematieken die eigenlijk niet meer op te lossen vallen binnen dat systeem. Nou, dat is eigenlijk het gevoel van welke kant gaan we op, hè? Er was een onderzoek onder burgemeesters, een beetje waarbij ook de burgemeester zelf eigenlijk aangaven van ja, wij twijfelen eigenlijk ook over de richting die we opgaan. Maar dit is precies de kern. Dit is precies de kern. Het systeem is aan het wankelen, omdat het eigenlijk van binnenuit implodeert. Dus het wordt duidelijk dat de keizer geen kleren aan heeft. En dan is het. Dan kan het systeem, de autoriteiten, kunnen maar één ding doen om de grote anarchieën en echt de letterlijke implosie van het systeem te voorkomen. Ze moeten dan overgaan tot vergaand list en bedrog. Om ons ervan te overtuigen en zichzelf van te overtuigen dat het nog niet voorbij is. En ik ken het financiële systeem een beetje. En geloof me. In 2008 werd duidelijk dat dit onhoudbaar is. De Amerikaanse staatsschuld was 10.000 miljard in 2000, is nu 33.000 miljard. Dat is een parabolische versnelling, dat is onhoudbaar. En landen zoals China en Rusland, daar hebben ze ook slimme mensen, die hebben dat door. Die zijn letterlijk wakker geschrokken. Ja. Ze waren er altijd al bang voor. Ze hadden goed hun werk gedaan, ze hadden goed gestudeerd. Er waren toen 10.000 studenten. Chinese studenten dat systeem van binnenuit bestudeerden in Amerika. Ik heb letterlijk die rapporten gelezen. In 2008 hadden ze door, het is uit met het Amerikaanse Rijk. En toen zijn ze ook gaan acteren. Mijn boeken staan vol met dat soort voorbeelden. Nog sterker, Rusland, Poetin heeft gebeld naar Peking en gezegd, laten we nu gezamenlijk alle dollarbeleggingen gaan dumpen en halen we Amerika onderuit. China heeft dubbel spel gespeeld. China heeft dat Amerikanen laten weten. Heeft gezegd, nou, daar willen we eigenlijk niet aan meedoen. Maar dan moeten wij dit en dit en dit van jullie krijgen. En China speelt het spel dus ook mee. China wil Amerika nu niet laten vallen. Amerika weet dit. Dus China is de grote vijand voor Amerika. Maar dit zijn allemaal dingen. Als mensen nu zitten te luisteren, vallen erin. Wat zijn dat voor gekke complottheorieën willen? Maar als je het bestudeert, het is allemaal gedocumenteerd. Dus Amerika weet dat ze aan het einde zijn gekomen van haar macht. Zit in de last inning, om het Amerikaans te zeggen. China weet dat ze zich voor moeten bereiden om niet die rol over te nemen. Om in ieder geval competitief te zijn naast Amerika. Nu is de tijd om competitief te zijn. Dus wat heeft China gedaan? Die heeft die BRICS-landen bij elkaar geroepen. Gezegd, nu gaan we ons eigen systeem bouwen. Zodat we niet meer afhankelijk zijn van Amerika. Zodat we niet getroffen kunnen worden door die sancties. En in augustus, heel belangrijk, komen ze bij elkaar in Johannesburg. BRICS-conferentie. Ja. En dan nodigen ze tientallen landen uit. De vrije landen. Er zijn 140 landen die niet meedoen aan de sancties. Omdat ze het hebben gehad met onze double standards. Hè? Wel sancties tegen Rusland, geen sancties tegen Amerika. Na de aanval in Irak. En die 140 vrije landen die dus niet meedoen aan de sancties, die zijn nu allemaal uitgenodigd om lid te worden van de BRICS. En zelfs landen als Saudi-Arabië zitten er nu over te denken om over te stappen eigenlijk van het Westen. Dat was een Westerse bondgenoot, een hele belangrijke in het Pax Americana. En die stappen nu over naar China. En dat is zo'n belangrijke ontwikkeling. En die crisis die is dus nu overal zichtbaar. En dat maakt ons extra nerveus in het Westen. Dus we gaan nog meer liegen en bedriegen en vals spelen.
En er zijn steeds meer mensen die dat doorhebben. En ja, die luisteren hiernaar. En die vind je de alternatieve media. En die stemmen eigenlijk met hun voeten. Die weten genoeg. Als je weet hoeveel rijke mensen wij aan tafel krijgen. Ik heb eigen beleggingsfonds. De eerste vraag is tegenwoordig, Willem, naar welk land moeten we? Mensen vertrouwen het gewoon echt niet meer hier. Maar is dat echt zo? Want als ik nou zelf naar mezelf stel, ik had geld. Ik zou kunnen kiezen tussen Chinese munt of de dollar. Dan zou ik toch denken van, nou ja, alle nadelen van de dollar. Dus koop je goud en bitcoin. Dat doen die mensen. En dat zeg ik niet omdat ik in die business zit. Maar dat zijn de criticasters, toch? Ja, maar die zijn groot aan het worden. Die zijn groot aan het worden. Als je ziet... Nou ja. Als je ziet... Dus het vertrouwen in de Pax Americana brokkelt heel snel af op de financiële kant. En in het vertrouwen in het financiële systeem is sinds 2008 natuurlijk al heel erg gaan schuiven. We hebben dus die rentes extreem gemanipuleerd tot het echt zo bizar werd. Dat we met al die financiële stimulansen nu een inflatie hebben gekregen mondiaal. Dat is een warning sign. Hè? Die inflatie, dat is niet toevallig ontstaan. Dat wordt ons ook weer verkocht. Dat komt door Poetin. Als Poetin niet was binnengevallen in Oekraïne, hadden we die inflatie niet gehad. Nou ja, het is natuurlijk onze reactie op Poetin, maar dat is het toch wel? Nee, maar de inflatie komt door de geldontwaarding. Omdat we zoveel geld hebben gecreëerd uit het niets en de rente naar nul hebben gebracht. Nou ja, dat heeft... Die oorlog heeft het versneld. Dus je ziet de verandering van de voedselprijzen, de ingrediëntenprijzen, zie je als een trigger van een langere inflatie die eraan komt. Ja, we komen uit een periode van meer dan 40 jaar dalende rente. Mensen hebben dat niet door. Sinds 1980 is de rente aan het dalen geweest. Dat is een straalmotor achter huizenprijzen, aandelenprijzen en obligatieprijzen. Nou, die rugwind is nu tegenwind geworden. Want we zijn uit die dalende trend gebroken. En alles op financiële markten, dat zijn bewegingen, cyclisch. Je hebt hele lange golfbewegingen, je hebt korte golfbewegingen. Dit is een golfbeweging van 40 jaar naar beneden. Die gaat nu omhoog. Dat gaat tientallen jaren duren. En daarom zijn mensen nu zo... Daarom dalen de huizenprijzen. Maar mensen hebben dus door... Of sommige mensen, steeds meer mensen... Dat we in een hele gevaarlijke tijd zijn gekomen om verschillende redenen. En dat je de autoriteiten niet kan vertrouwen. De mensen die wij aan tafel krijgen, wij krijgen nooit iemand via een bank bij ons. Ze zijn allemaal vrijdenkers. We hebben 2000 unieke investeerders bij ons. Je moet redelijk wat geld meenemen, anders kan je niet bij ons binnenkomen. En dat zijn allemaal mensen die de bank niet meer volgen, die de bank niet meer geloven. Want ik vraag ook vaak, als ik een presentatie geef, zitten 400 man in de zaal. Vraag wie van jullie is ooit gebeld door de bank met het advies van de bank om goud te kopen? Nou, ik weet het antwoord, niemand. Want goud is de anti-dollar. Goud is de vijand van dit papieren geldsysteem. Niet in China. China promoot goud, omdat het de vijand van de dollar is. En de meeste mensen snappen die bewegingen niet goed. Ze hebben wel een onheimisch gevoel. Ze voelen dat er iets aan de hand is. Ze voelen dat de panelen aan het schuiven zijn. Maar dit is zo existentieel. Ja. En daarom is het boek zo passend. Want eigenlijk die gezagscrisis is het omveld waarin dat gebeurt. En die gezagscrisis komt dus doordat er steeds meer list en bedrog nodig is om het gezag te houden. Kun je iets vertellen over, en meer historisch ook, hoe jij op dat goud bent gekomen? Ook omdat je bent er vroeg bij geweest. Hè? Ja. Als ik het goed begrepen 2002. Heb, dan was jij voor 2008 ook al uit de wereld van het vastgoed. Ja, in 2000. Ik was en kun je dat koppelen ook misschien een beetje aan de geschiedenis? Zou nog 20 jaar duren voordat echt iedereen dacht van dat fiat geld is een probleem. En die crypto's zijn volgens mij ook pas 10 jaar oud. Ik heb twee dingen van huis uit. Ik ben een autodidact als journalist, maar ik ben ook een ondernemer. Ik heb altijd geld willen verdienen. Ik heb ook altijd geld gezien liggen, zeg maar. Dus ik heb altijd iets mee willen doen. Een goed idee verzinnen. Dat was in de jaren 90. Toen de muur was gevallen, ben ik naar Rusland gegaan om Russisch hout te gaan exporteren. In 91, 92 had ik een kantoor in Russisch Finland, in Karelië. Is mislukt. Is mijn zakelijke avontuur wat mislukt is. Toen was ik op zoek naar een nieuw goed idee. En dat was het vuren van appartementen aan expats in Amsterdam. Doet nu iedereen. Was toen heel nieuw, want waar ik alleen mijn huurwoning in Amsterdam. Heb ik geld mee verdiend. Had ik 4 miljoen geleend bij de ING. 8 verschillende hypotheken, mocht helemaal niet, maar... Ik had het steeds gedaan alsof het mijn eerste hypotheek was. En toen dacht ik van, ik heb nu zoveel geld geleend. Ik heb zoveel leverage in dat systeem. Geweldig is de prijzen stijgen wat toen gebeurde. Werd ik rijk van, zonder eigen geld te hebben. Dus ik snapte hoe het financiële systeem kon gebruiken. Want dat, ik moet uitkijken, want als dit naar beneden gaat, dan kan ik failliet gaan. Dus toen ben ik het financiële systeem, de historie van het financiële systeem, ben ik gaan bestuderen. Ik zeg wel eens dat ik een student ben van de monetaire geschiedenis. En het belangrijkste boek wat je kan lezen daarover is van Kindelberger. The History of Financial Crisis.
En daaruit leerde ik dat financiële crisis van alle tijden zijn. Ik leerde die patronen te herkennen. En dat boek is voor mij vormend geweest. Dat las ik in 1998, 99. Ik besefte dat we in een bubbeleconomie terecht waren gekomen. En dat ik mezelf moest gaan hedgen. Ik moest een soort verdediging zoeken, omdat ik zoveel geleend had in dat papieren systeem, zoveel in vastgoed had. En daar ben ik goud gaan kopen. Want goud is een hedge op een papieren geldsysteem. En een hedge is een ander woord voor bescherming. Bescherming. Je dekt je daarmee af. Ja. Er zijn meer dan 250 ongedekte geldsystemen de afgelopen 500 jaar ten onder gegaan, omdat ze ongedekt waren. Maar waarom is het systeem als zodanig niet gaan hedgen? Waar komt de skepsis? Nou, de Nederlandse Bank hedgt ook. Want als je naar in Buitenhof hebt geluisterd naar Klaas Knot, die heeft gezegd, we hebben nu net een nieuw goudcentrum gebouwd in Zeist, waar nu het goud ligt, dus weg bij het Frederiksplein. En die zei, we hebben dat goud nodig. Op de vraag, waarom hebben we dan een goud nodig? Toen zei hij, we hebben dat goud nodig omdat dat goud vertrouwen geeft voor het, in dat geval dit financiële systeem instort. Dan is dat goud nodig om het vertrouwen weer te herstellen. Dus centrale banken hedgen ook. Ja. Alleen als je dat als privé belegger doet, dan zeggen mensen, je bent gek Willem, je koopt goud. Nee, China doet het, Rusland doet het, Nederlandse Bank doet het. We kopen niet bij, maar we verkopen het ook niet. En nog een klein stapje terug in jouw eigen denkontwikkeling, en dan ga ik ook even terugkoppelingen ook naar het boek te maken. Maar eerst nog even deze vraag, van op welk moment ging jij zelf eigenlijk in termen van geld denken? Want jij dacht eerst als beeldend journalist. Volgens mij presenteer je jezelf graag nog steeds als, of in ieder geval... Nou, publicist. Ik voel me journalist. Ik denk en kijk als een journalist. Ook nu nog? Nog steeds, ja. Altijd als ik je hoor praten, denk ik, jij praat als een ondernemer. Nee, ik ben journalist. Ik ben elke dag bezig, alleen maar bezig met informatie verzamelen. Alleen ik wil er wat aan hebben, ik wil eraan kunnen verdienen. En daar ben ik heel eerlijk over. Dat is de ondernemer in mij. Dus ik probeer slimmer te zijn dan de rest. Ik probeer wat harder te lopen dan de rest. Ja. Wat sneller te zijn, wat beter geïnformeerd te zijn. En dan kan je er ook geld mee verdienen. Omdat ik het systeem nu zo goed snap, positioneer ik me. We hebben investeringen nu gedaan in de 100 meest significante, nog niet ontwikkelde grondstofprojecten wereldwijd. Inclusief de battery metals. Nou, staat nu laag, is ondergewaardeerd. Maar dat moet de komende jaren geld opleveren. Ja. Dus ik gok, ik neem altijd posities in. I put my money where my mouth is. Dus ik zeg iets. Maar zie jij jezelf ook in die geschiedenis van dat jij eind jaren 90 opeens denkt van die journalistiek, ja, ik hou het als methode, maar ik ga nadenken over het geld. Zoals heel veel, heel veel mensen gaan dan opeens beleggen die het eerder niet deden. Daardoor krijg je ook apps, dat nog makkelijker wordt. Maar eigenlijk is dat volkskapitalisme ook iets wat in die periode opkomt. Ook daar was ik wat eerder, denk ik. Want in 1987, toen was ik op vakantie in Griekenland, stond op een eiland. En toen is er iets gebeurd wat heel erg vormend voor mij was. Ik vond het financiële ding altijd wel interessant, maar ik was er niet mee bezig. En toen kwam op een gegeven moment, ik kocht een brood. En er kwam een Amerikaan, helemaal verwilderd, die bakkerij inlopen. En die riep tegen iedereen, did you hear the news? Did you hear the news? Wall Street crashed. It's worse than 1929. Dat was oktober 1987. 86, wat was het? Toen crashed de Wall Street 30% in één dag. En ik ging terug naar het strand met mijn vriendin. Ik werkte toen voor Reuters als fotojournalist. Ik had toen geen mobiele telefoon op het strand. Daar heb ik 's avonds naar Reuters gebeld, want ik maakte me zorgen. En toen werd ik gerustgesteld, de beurs herstelt alweer. Maar er was een zaadje bij mij geplant. Dus toen ik in Athene kwam, op de terugweg naar Nederland, was met de auto helemaal naartoe gereden. Toen heb ik in een boekhandel een Engelstalig boek gekocht van een Indiaanse econoom, Ravi Batra. En ik ben me in het financiële systeem gaan verdiepen. En daar is het allemaal begonnen. En die Indiaanse filosoof, of socioloog als je eigenlijk, economisch socioloog, die voorspelde, dat was heel interessant, in de jaren 80, dat het communisme zou imploderen door haar eigen tekorten in de laatste kwart van de 20e eeuw. En dat het kapitalisme zou imploderen in de eerste kwart van de 21e eeuw. En we zitten nu in 2023, we hebben nog 2 jaar. We zitten bij de inleiding van dit boek, hè? Daarom. Ja, wat mij zelf heel interessant lijkt, als jij nog eens kan uitleggen hoe je cultureel filosofisch nou naar economie kijkt. En naar die opkomst van de beurs. En wat Willem nou net vertelt bijvoorbeeld over die inflatie en de relatie tot goud. Van hoe kijk jij daar vanuit de tijd naar en hoe die manier van denken opkomt, het systeem wordt en ook onkritisch wordt gehandhaafd? Ja, dat is een beetje het tweede deel van het boek. Hè? Hoe zijn we hier terechtgekomen? En daar begin ik met de jaren 60. En eigenlijk
laat ik zien hoe de jaren 60 eigenlijk de oorsprong vormt van het neoliberalisme. Wat we neoliberalisme zijn genoemd. Een beetje een verlegenheidsterm. En dan denk je, hoe kan dat nou? Ja, dat is door het primaat van de economie en de bevrijding van het individu. En ik zeg, eigenlijk zie je die motieven. Dat die generatie, hoe kan het nou dat die generatie van de jaren 60, dat die in de jaren 80 zo dat hele systeem heeft opgetuigd? Nou, dat kun je begrijpen als je, en dat moet je mijn boek lezen, maar dus dat die, ik zeg de motieven van, it's the economy stupid, dat zeiden ze in de jaren 60 ook, hè? Vanuit een neo-marxistisch perspectief. En het motief van de bevrijding van het individu. Nou, dat loopt door via schakels. En dan wat je dan ziet is in de jaren 80 eigenlijk een merkwaardig soort. Je hebt er een jaar proefschrift trouwens ook altijd aan besteed. En ik heb dat ook meegemaakt. Ik was er ook wel verbaasd over. Hoe in de jaren 80 eigenlijk plotseling die bedrijfskunde enorm opkwam. Dat weet jij ook nog wel. Echt iedereen een keer. Wilde. Terwijl we in de periode daarvoor was natuurlijk economie bijna een vies woord of je was kritisch. Hè? Dus, maar plotseling werd een soort bedrijfskunde, en dat had natuurlijk alles te maken met de misère waar we eind jaren 70 in terecht waren gekomen. Torenhoge schulden, begrotingstekorten van 12%, hè, de verbeelding aan de macht, de NL. En, nou, toen kwam Lubbers en Van Acht en in het in Engeland kreeg je Thatcher en in Amerika kreeg je Reagan. En ik zeg, daar, is good, hè? Ja, dat is, daar zie je eigenlijk al een soort omslag waarbij het idee ontstond, en dat ligt ook aan de basis van de managementdenken. Er is een soort neutrale wetenschappelijke beschrijving van de economie. Natuurlijk flauwekul, maar dat was de kern. Je kunt het als een puur systeem beschrijven en dan een optimaal resultaat bereiken. En dat was een soort bijna ethisch neutraal. Dat is gewoon een wetenschap, zo moet je een bedrijf inrichten, zo moet je een economie inrichten, zo moet je. En wat gebeurde, en dat is daar kwam een enorme nadruk te liggen eigenlijk op een financieel begrip van economie. Dus de financialisering van de economie. Dat is eigenlijk dat zie je in de jaren 80 opkomen. En eigenlijk wat we nu beschrijven is allemaal een gevolg van een manier van kijken naar de economie. En waarin het financiële een hele centrale plek is gaan innemen. En daar ook steeds meer mee gestuurd wordt. Zowel op mesoniveau, zelfs op microniveau met bonussen. Ja. Dus je gaat mensen worden. Alles de markt zijn werk doen. Ja. Adam Smith begon er al mee, hè? Ja, dus, maar die financialisering is nog sterker dan Adam Smith. Eigenlijk wat Castells ook eigenlijk als een kenmerk noemt. Een man die ik nog steeds ook in dit boek ook nog regelmatig aanhaalt. De opkomst van het informationalisme. En dat is een combinatie van kennis, informatiedeling in een steeds hogere snelheid. En eigenlijk een berekenbaar maken van alles in financiële termen. En dan zie je dus dat ook industrieën worden opengebroken, productieplaatsen worden verplaatst. Je ziet echt hoe die economie die ondergaat een enorme verandering. Dat is ook daar wordt eigenlijk ook al de basis gelegd voor de opstand van de blue collar man in Amerika. Hè? Want die ziet dat alle productie naar China is verplaatst. Dat daar een soort proces van globalisering op gang is gebracht. Waarin eigenlijk voor een bedrijf alleen nog maar aandeelhouderswaarde en rendement telt. Okay. En die financialisering, die heeft ook geleid in de jaren 90 tot een soort heldenstatus van bankiers. Dat kunnen we ons niet meer herinneren, maar dat was echt zo. Maar nog steeds eigenlijk. Hoewel ik denk dat het heeft wel een klap gehad. Ja, maar hij heeft wel een klap gehad in 2008. Maar dat was toen ook heel populair bij jongeren om bankier te worden. Nou, nu willen ze allemaal met start-ups en zo. Maar toen was bankier was helemaal geweldig. En ik schets dus eigenlijk hoe die culturele verandering. En dat is natuurlijk nu even in de notendop. Hè, maar vanaf de 60's, dus dan zie je vanzelf eigenlijk ook een cultuur opkomen. Ook volkskapitalisme ontstaan. Heel sterk denken in termen van je eigen carrière. Geen dief zijn van je eigen portemonnee. Organisaties die heel sterk in financiële termen worden gerund. Een overheid die komt met nieuw public management. De markt, zeg ik ook, als een soort panacee, maar heel sterk ook weer in financiële termen. En we zitten nu, en dat schets ik ook al in het boek, in de inleiding al. Het was communisme eigenlijk in de systeemcrisis kwam in de jaren 80. Is dat nu eigenlijk aan de orde voor wat we het kapitalisme noemen? En de vraag is wat dat gaat doen, maar dat onbehagen over waar gaan we eigenlijk met elkaar naartoe.
In allerlei opzichten. Dat is volgens mij de diepere, laten we zeggen, historische lijn waar we nu in zitten. Waarom mensen het vertrouwen verliezen in de koers die we uitzetten. En dat je ook ziet hoe ja, eigenlijk allerlei. Ik haal ook Yeats aan aan het begin, The Second Coming. Ik spreek ook over centrifugale kracht, alsof het systeem als het ware geen centrum meer heeft. Dus dat alles als het ware los begint te zingen en ook groepen loszingen van de verbanden waarin ze oorspronkelijk thuis horen. En dat is dan het gevoel van ja, dreigende wanorde die gevoeld wordt. Hoe ik het altijd samenvat, dat is volgens mij de mooiste typering, dat het financiële systeem, de banken, die moeten faciliterend zijn aan de economie. Zo is het begonnen. Hè? Er is handel. Iemand moet daarbij helpen om die financiële stromingen. Dus banken, het financiële systeem, moet ergens de normale economie faciliteren. En we zijn nu terechtgekomen in de jaren 80 en 90... dat je eigenlijk de reële economie is nu afhankelijk van de financiële economie. En die is ook veel groter, die financiële economie. Dus die hele maakindustrie is inderdaad helemaal ingestort in Amerika. Het is alleen maar geld schuiven en serviceverlening. Ja. Nederland toch ook? Ja, ook dat is. En nog sterker, na het instorten van het communisme hebben communistische landen ons model overgenomen. Dus nu is het mondiaal, want de Chinezen hebben eigenlijk hetzelfde gedaan. Alleen die hebben het in de vorm van staatskapitalisme gedaan. Wat natuurlijk contradictio in terminis is. Want ja, kapitalisme is vrije markten. Als de staat gaat bepalen wie er wel niet geld krijgt. Maar dat gebeurt hier ook in Europa nu. Dus we zitten nu officieel in staatskapitalisme. Ja, dat zo zeg ik ook inderdaad in het boek. Hè. Dat is geen normaal kapitalisme meer. Dus is ook dat die term neoliberalisme is ook heel ongelukkig. Want het is een soort vermenging tussen politiek en financiële economie die is opgetreden. Maar dan wordt het heel gevaarlijk, want uit het verleden weet je, wat is fascisme? Als de grote bedrijven, de grote financiële machten, samengaan met de overheid. Dan kom je al vrij snel bij het fascisme terecht. En dat is nu heel gevaarlijk. En wat ik nu zie ontstaan, en dat is ook zo heel bedenkelijk, en daarom slaan zoveel mensen aan op het World Economic Forum in Davos en Klaus Schwab, omdat nu duidelijk is dat daar gewoon beleid wordt gemaakt en dat Rutte en Kaag daar de VIP-gasten zijn en die worden bedankt voor hun komst en het meedenken over de Great Reset en de toekomst. En wat nu gevaarlijk is, is dat daar eigenlijk een soort pay-to-play wordt dat genoemd. Allemaal grote bedrijven krijgen toegang. Als die het maar sponsoren, mogen ze praten met de politici. En ja, de autoriteiten die dit verzinnen, die het nieuwe model verzinnen. Wij doen daar zelf ook aan mee. Wij betalen 10.000 euro per jaar om mee te mogen praten bij het OMFIF. OMFIF is een monetaire denktank in Londen, opgezet door een Financial Times journalist. Die heeft allemaal bevriende centrale bankiers en politie uitgenodigd. Er zit een raad van advies. Voor Nederland zat Bolkestein er altijd in, Lubbers. Nou, Lubbers is nu overleden. En ik ben ook toegetreden tot die raad van advies, omdat hij vond mijn boek leuk, The Big Reset. Maar we moesten wel 10.000 per jaar betalen om toegang te krijgen tot dat netwerk. Dus maar ben je met dit soort organen niet ook een beetje gerustgesteld nu door de opkomst van die BRICS? Ja, enorm. Enorm. Kracht. Want die doen niet mee. De multipolaire wereldorde is heel, al zichtbaar. Heel gezond. Dus het WEF-raadgroepje. Weet je dat Poetin een tijdje tussen de Young Global Leaders op de website van het World Economic Forum heeft staan met de foto, naast Trudeau, naast Rutte, naast Macron. Hij is er nu vanaf gehaald. Maar ze hoopten dus dat Poetin onderdeel van ons systeem zou worden. Maar Poetin werd op tijd wakker, want die zag waar het Westen naartoe ging. En dat het Westen probeerde iedereen in ons model te knechten. En toen heeft Poetin dus eigenlijk, Poetin en Xi Jinping hebben elkaar 40 keer ontmoet nu. 40 keer. En ik denk niet dat Xi Jinping de grote vriend van Poetin is, maar China kan Poetin gebruiken als een blaffende en bijtende pitbull, terwijl zij de halsband vast hebben, om hard te schreeuwen, zodat China dat zelf niet hoeft te doen. Maar hun aversie tegen Amerika en onze Western double standards, dat delen ze. En dat delen ze met heel veel van die 140 landen die dus niet meedoen met de sancties. Alle landen in Midden-Amerika, alle landen in Latijns-Amerika, alle landen in Afrika, alle landen in het Midden-Oosten doen niet mee met de sancties. Al tot slot jouw reflectie op hoe die dat verlangen naar één wereldoorlog en globalisering ook niet zomaar nu
uit de lucht is komen vallen, maar ook vanaf de jaren 60 eigenlijk al in een lijn past. Is dat zo? Of is het een heel nieuwe ambitie? Ik heb het idee dat dat ook al wat ouder is. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, Kant heeft het al over de eeuwige vrede. Dus het is sowieso een westers ideaal. Wij accepteren eigenlijk geen grenzen. Dat ligt ook ten grondslag aan ons hele koloniseringsproject. Spengler spreekt wel over de Faustische ziel. Die zelfs de ruimte intrekt. Die geen grenzen accepteert. Elon Musk wil naar Mars om daar de westerse beschaving te brengen. Ze willen asteroïden gaan mijnen, ja, hè? Dat is hetzelfde. Die grenzeloosheid, dat zit al in Europa. Je zag het ook al in de oude katholieke kerk. De missiedrang die daarin zat. Ja, dat is een oud motief in Europa. En ik denk wat je natuurlijk wel kunt zien is dat er verschillende invullingen en modellen waren. De nazistaat heeft die nationale agenda een aantal eeuwen heel sterk bepaald. Ook in termen van kolonisering. Dat hebben wij natuurlijk in Nederland ook volop aan meegedaan. Wat je, denk ik, na de Tweede Wereldoorlog zat, is de herleving van die Kantiaanse idee. Maar ook vanuit Amerika toch heel sterk ook een soort hegemoniale ambitie. Waarbij het idee van vrije markt ook nog eens gekoppeld werd aan een moreel ideaal. Dus dat is ook de kracht, hè? Ik bedoel, we moeten ook zien wat dat de kracht daarvan is. Het idee van hoe dat eigenlijk liberale waarden van een liberale economie en een democratie gekoppeld worden aan mensenrechten. Dus dan krijg je Nog platter, gewoon wederzijds voordeel. We zien het dus onder het mom toch ook van... Het is de spin, hè? Ja, we gebruiken dat als een mooie spin. Nee, het is ook over... We willen helemaal geen vrijheid brengen. Nou, ik denk dat altijd gemengd is. Kijk, Willem zit daar misschien iets anders in dan ik. En wat mij betreft is alles ambivalent en dubbelzinnig. Er zijn natuurlijk in Amerika echt mensen die dat willen en in Europa ook. En die hebben wel allerlei goede ambities. Alleen je moet niet alleen kijken naar de idealen, maar je moet ook kijken naar de werkelijkheid. En hoe dat, waar dat zeg maar op inhaakt. En dat is dus waar ik bijvoorbeeld in het derde deel het heb over de opkomst van wat ik dan noemde de vijfvoudige machtsconstellatie. We hebben, dat is eigenlijk het motief dat we ook in dat essay destijds, of dat artikel in Elsevier, hebben we dat toen ook al aangestipt. Maar dan zie je wel hoe die netwerksamenleving, hoe daar natuurlijk ook zo'n soort grenzeloze ambitie in zit. En zich vanzelf netwerken vormen. Maar vergeet niet, hè, laten we daar altijd duidelijk over zijn. Hè. Dat is ook de Wolfowitz-doctrine, daar is veel over gepubliceerd. Amerika heeft als beleid ervoor te zorgen dat er nooit een macht op mag staan die de Amerikaanse hegemonie kan overvleugelen. En ze weten, het is een numbers game, ze weten dat China in ieder geval de komende 20, 30, 40 jaar, voordat de demografische ramp zich daar gaat voltrekken, dat China heel sterk gaat worden. Maar ik keer altijd weer terug naar die zeg maar landen die nu de sancties hebben tegen Amerika. Als je onze media volgt, lijkt het alsof iedereen zou meten aan de sancties. Ik heb het laatst opgeteld, er doen 1,5 miljard mensen mee. Die wonen in landen waar we sancties hebben tegen Rusland. Er zijn meer dan 6 miljard mensen die wonen in landen die doen niet mee aan de sancties. Dus het is een numbers game. De G7 economie... Die mensen leven natuurlijk niet in de beschaafde wereld, Willem. Nee, die moeten we koloniseren, ja, vertellen. Ja. Heren, ik dank jullie voor dit levendige gesprek over een Faustisch boek. Hè? Dus we kunnen nog uren doorgaan. Grenzeloos doorfilosoferen, maar dat gaan we niet doen. Want de bedoeling is dat jullie dat thuis gaan doen. Maar ik hoop dat dit daartoe een denkaanstoos was. Zeker. En hartstikke leuk. Ja. Word lid van ons kanaal door je te abonneren en ervoor te betalen, 5 of 10 euro per maand. Of gewoon lid door in te loggen op YouTube en dan abonnee te worden, dat kan ook. We zijn overal blij mee, vooral natuurlijk als je ons financieel steunt. En tot de volgende keer. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.